Dag dames en heren, kunnen toneel en wetenschap samengaan? Nou, Zuidelijk Toneel Hollandia doet een poging met de voorstelling Gen. Een stuk over genmanipulatie. En het wordt gespeeld in de laboratoria van de Technische Universiteit Eindhoven. Een reportage van Anne Peters. Zo dat wij de laatste jaren als Technische Universiteit steeds meer bezig zijn om cultuur- en kunstsector bij ons te betrekken. Om daar samenwerkingsprojecten mee op te zetten. Omdat wij denken dat het heel belangrijk is voor onze studenten en onze medewerkers. Om ook de denkbeelden uit die andere wereld hier in die technologische wereld binnen te halen. En op een gegeven moment zijn we ook gaan praten, of eigenlijk is Johan Simons bij ons gekomen. Om te kijken of we een gezamenlijk project zouden kunnen doen. Hij wilde heel graag iets met gentechnologie doen. En nou, we hebben hem hier uitgenodigd en we zijn rond gaan lopen over het terrein. Ze zijn met onderzoekers gaan praten. En ze, dat is Johan Simons als regisseur, maar samen met de dramaturgen, de tekstschrijvers. Er zijn echte gesprekken, discussies, debatten ontstaan. En vervolgens kom je met het voorstel, kunnen we op een locatie een voorstelling maken. En de mensen hier in het, een van de laboratoria van werktuigbouwkunde, die waren heel enthousiast en die hebben gezegd, nou het kan bij ons. In die laboratoriumruimte. En zo is het project eigenlijk een beetje begonnen. Kan ik er door? Hier kan ik er niet door. De voorstelling Gen gaat over. Het is eigenlijk, wij hebben daarmee willen mensen aanzetten tot denken over gentechnologie. Dus geen kant-en-klare oplossing of geen standpunt van gentechnologie is verschrikkelijk slecht of levende gentechnologie. Maar dat je daarover na gaat denken wat je daar zelf van zou vinden. Maar wat gaan we dan zien vanavond? Je gaat, maar wij hebben wel degelijk geprobeerd om nou ja, noem het de advocaat van de duivel kant te nemen door te proberen het publiek te verleiden aan het einde op de gedachte te komen van nou ja, wie weet zit er wel wat in een nieuwe genetisch gemanipuleerde mens. Wij spelen die nieuwe mens. En terugkijkend op de oude mens proberen we aan te tonen dat het zo'n gek idee nog niet is dat die nieuwe mens er nu gekomen is. Vrouwen zijn absoluut beter dan mannen. In het algemeen zijn ze redelijker, inlevender, intelligenter, arbeidzamer, minder geneigd tot egoïsme, zelfbevestiging, wreedheid, geweld. Waar zijn mannen eigenlijk goed voor? Zit er een verhaallijn in? Kunnen jullie dat aangeven? Het is ook zonder heel veel te verklappen, ja, hè? Want ik denk ook dat. Ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Want dan komen mensen voor ingenomen in de voorstelling of rekenen op iets wat ik hier nu ga zeggen. Ja. En de spanning van deze voorstelling is dat ze even nergens op rekenen en dat ze zich even laten meedrijven op de stroom of ondergaan wat er met ze gebeurt. Of, ja, wat we een beetje in het begin al zeiden, wat je erover kunt zeggen is dat het een onderzoek is vanuit de nieuwe mens naar hoe de oude mens was en waarom dat heeft plaatsgevonden. En dus laat je inderdaad dingen zien van de oude mens en van de nieuwe mens. En daar, van dat onderzoek is het publiek, daar delen wij het publiek in of zo. Zeg ik het nog? Die zijn daarbij, zijn er deelgenoot van? Ja. Ze hoeven niet mee te doen hoor. Maar het is geen. Dat is niet wel een, misschien belangrijk voor de mensen om te weten. Het is geen college mee. Over. Nee, dat is het niet. We maken samen huiswerk. Hij helpt mij met wiskunde, ik ken met Duits. Het is raar. Bij hem aan de muur hangen geen popsterren of voetballers. Fietsen samen, maken lange wandelingen. Door de bossen, door de velden, het lange gras.
Het zijn eigenlijk ook een beetje van die moleculen. Dat je je verbindingen zelf een beetje kan maken. En daardoor je eigen verhaal maakt. Tenminste, dat hoor ik van mensen na afloop. Als het dan goed is gegaan. Dat iedereen daar toch echt een eigen verhaal van heeft gemaakt. Ja, het zijn zeer persoonlijke reacties. Echt ja. Heel persoonlijk. Ik denk dat mensen ook veel over hun eigen leven gaan nadenken. En ik weet niet precies hoe dat gebeurt. Maar dat gebeurt wel. Dat hoor ik vaak. Ja. Het genetische opheffen van de seksuele begeerte. Ontikking van de persoonlijke prestaties. Het uitschakelen of verminderen van de werking van de genen die ontremmen. En jullie hebben zelf ook gesproken met de deskundigen, de hoogleraren, in voorbereiding op het stuk, heb ik begrepen. Ja, zeker. En wat mij wel trof is dat we in het gesprek erachter kwamen dat we beide, acteurs en wetenschappers, soms heel erg kunnen zoeken naar één ding. En dan bij toeval iets vinden wat je nooit aan je tafel kunt bedenken en zo. En dat hebben zij dus ook wel. We hebben samen met de dramaturg en de regisseur tekst verzameld om uit te kunnen drukken waar wij het over willen hebben. En voordat je dan de goede teksten hebt, dat is echt een enorm karwei. Ja, dat was niet een afstuk toen wij begonnen. Nee. Er waren ideeën. Keer is er van alles overboord gegaan. Ja. Maar dan hebben jullie als acteurs dus wel een behoorlijke invloed gehad op de inhoud van Gen. Dat is gelukkig altijd zo bij Hollandia, vind ik. Ja, vind ik ook. Ja. Wij mogen... Wij moeten doen, dus we gaan geen dingen doen die we niet willen. Waar we niet achter staan. Nee, dan lukt het ook niet. Nee. Wat is nou de keuze eigenlijk achter om deze stoelen hier zo neer te zetten? Dit is huid, dit is allemaal huid. De stoelen die over zijn, zijn van huid. En ja, je ziet dan ook... verval kapot aan de stoelen. Dat kan weggemanipuleerd worden met genetische manipulatie. Als dat goed blijft gaan, dan kunnen we verval uitbannen. Daar hebben wij het ook over. Is dat zinnig? En wat je net zei over dat iedereen hier in zijn eentje kan zitten. Het is ook komt ook voort uit de tijd van het individueel ergens zijn en ergens mee omgaan. Mm-hmm. En ook hoe je fantaseert dat filosofen met elkaar in een stoel zo... te denken over hoe de wereld in elkaar zit. Tenminste, dat denk ik ook wel eens bij. Bij dit project speelt nog een belangrijke rol. Dat wij zijn natuurlijk een universiteit die niet zelf echt met gentechnologie bezig is, maar wel eromheen. Dat wil zeggen, je hebt mensen die met bioinformatica bezig zijn. We hebben een opleiding biomedische technologie. Wat houdt dat precies in, die biomedici? Wat doen die precies? Dat zijn mensen die opgeleid worden als ingenieur, maar dan wel met heel veel begrip van wat er speelt in de medische wereld en wat er biologisch speelt. Dus dat zijn studenten die straks ook heel nauw betrokken zijn bij nieuwe technologische ontwikkelingen. En het is goed dat ook die jonge mensen straks leren dat er andere visies zijn. En dat er, als de kennis toeneemt en als de toepassingen steeds meer mogelijkheden bieden, dat ze ook stuiten op steeds meer vragen die te maken hebben met ethiek. Alles wat kan, moet dat ook. Wat is een volgende stap? Wie beslist daarover? En juist een toneelvoorstelling kan heel goed dat soort vragen in beeld brengen. Iedereen zit hier ook in een eigen stoel en heeft een eigen ervaring, en ook in het licht. Dus je bent niet verstopt in het donker en je kan niet tegen je buurvrouw zeggen stom hè, of leuk hè, of weet ik veel. Je wordt op jezelf teruggeworpen. Dus ik denk dat echt iedereen een eigen ervaring daar over heeft en ik dus ook. Maar er waren er al een paar die zeiden van, nou doe mij die maar die nieuwe mens. Dus, en ik moet zeggen dat ik zelf inderdaad mijzelf nog niet heel erg goed heb kunnen verleiden. Ik ben nog niet gewonnen. Nee, we zijn zelf niet gewonnen. Nee, probeer het wel, maar nee. Gen gaat op 15 maart in première en loopt tot 13 april in de laboratoria van de Technische Universiteit in Eindhoven. Morgen is er weer een extra. Ik wens u een goede avond. Dag.